De Onze Lieve Vrouwen Broederschap uit Houten heeft de Creativiteitsprijs 2020 uitgereikt aan de 15-jarige Simon van Schothorst. Goedemorgen Simon. Goed dat je er bent. De Onze Lieve Vrouwen Broederschap reikt elk jaar een prijs uit voor creativiteit aan iemand met jeugdige leeftijd. Nou, dat zie ik dat wel goed is. Jij bent aangemeld voor de prijs. En de jury heeft zich erover gebogen en heeft jou een prijs toegekend. Simon, van harte. Ja, bedankt. Waarom denk je dat je deze prijs hebt gekregen? Ik denk omdat ik heel druk bezig ben met dans. En dat is natuurlijk creativiteit. En we moeten zelf ook dingen maken. En daar moet je ook creatief voor zijn. Om de OLVB kennis te laten maken met zijn talent, stuurde Simon dit filmpje in. Een filmpje van een solo die ik vorig jaar heb gemaakt. En dan moest ik zelf de muziek zoeken. Ik heb zelf alle bewegingen bedacht. Want je moet niet bewegingen gebruiken die al bestaan. Dus je moet echt alles zelf gaan bedenken. En nou ja, dat is het hele proces. Dat hebben we gestuurd. De jury was direct overtuigd en ziet een ambitieniveau dat groter is dan alleen houten. Dit verdient een podium en vandaar dat Simon dit jaar de Creativiteitsprijs 2020 wint. Yes! Doorzettingsvermogen, souplesse en beheersing kenmerken deze winnaar.